Danny, na een aantal maanden weer voor de camera, waarom mag je nu weer de pers te woord staan? Ja, nieuw seizoen. Ik zit nu op de TC1, oftewel de UEFA A-cursus. En Kozakkenboys is mijn stageplek om die cursus, aan die opdrachten te voldoen. Hè. Het coachen van wedstrijden, het geven van trainingen, dat zijn allemaal opdrachten die bij de cursus horen. Nou, Kozakkenboys is mijn stageplek, die is ook goedgekeurd. Zoals je weet werken we hier met een staf samen en binnen die staf, Arie Schep als hoofdtrainer, die maakt dan een taakverdeling binnen die staf. En bij deze heb ik als taakverdeling nu ook van Arie gekregen dat ik vandaag met jullie, jullie te woord kan staan of andere media. En, zodoende ervaring opdoen, leren en hopelijk zodoende mijn diplomaatje te halen voor de cursus. Na 2 minuten komen jullie al voor, dan lijkt het een mooie wedstrijd te worden, maar het zakt een beetje in en je staat hier met een gelijkspel. Ja, ik moet zeggen, uiteindelijk een geweldige start, omdat we niet goed wisten wat we moesten verwachten, hoe Maassluis tegen ons zou gaan spelen. En dan bedoel ik meer met, ze hadden zich vorige week aangepast aan Spakenburg. Ze hadden vandaag een paar andere namen in de basisopstelling. Dus de vraag was, hoe gaan ze spelen? We hadden een aantal scenario's doorgenomen. Maar dan is het altijd lekker als je binnen 1,5 minuut al gelijk die 1-0 voorsprong pakt. Alleen, ik vind wel, zeker de eerste helft, had het al zomaar 1-2, 1-3 voor Maassluis kunnen zijn. Want ik vind dat wij ongelooflijk slecht verdedigd hebben de eerste helft. Daar is de tegengoal ook een voorbeeld van. En bovenal vind ik dat we de eerste helft heel slecht gespeeld hebben in balbezit. En als je heel vaak de bal kwijtraakt of heel snel kwijtraakt, dan moet je dus heel veel gaan verdedigen. En als je dan niet goed verdedigt, dan kan het zomaar zo zijn dat Maassluis hier gewoon 3-4 100% kansen krijgt de eerste helft. En dat je gewoon je keeper moet danken dat die 1-0 voorsprong niet is omgebogen in een achterstand bij de rust. Dan komt de tweede helft Lukoki erin, komt er weer wat meer beleving in, maar de kansen worden niet afgemaakt. Nee, de tweede helft was eigenlijk het tegenovergestelde, vond ik, van de eerste helft. Veruit de beste en meeste kansen voor ons. Ik denk dat wij de tweede helft misschien 400-500% kansen hebben gehad. Ook pech, hè, met een kopbal van Sherwin, geloof ik, op de lat. Prima aanval. Sherwin volgens mij nog 2-3 keer een beetje alleen voor de keeper. Of in ieder geval in de buurt dat hij alleen voor de keeper stond met anderen erbij. Ja, dan moet je jezelf belonen en dan moet je die goal maken. Want dan win je uiteindelijk gewoon zo'n wedstrijd. Maar als ik heel reëel ben en ik kijk over de hele wedstrijd, ja, dan kan ik wel leven met een, laat ik zo zeggen, dan is een gelijkspel misschien wel de terechte uitslag. Alleen ja, het laatste blijft vaak hangen. En het laatste is dat wij gewoon in de laatste 20, 25 minuten 300-400% kansen krijgen. En Maassluis eigenlijk niks meer. Neem je dat dan mee in de wedstrijd richting Spakenburg? Ja, wat je mee moet nemen is, we doen dingen goed. Maar we doen ook nog steeds heel veel dingen niet goed. Hè? Dat was ook vorige week al het geval tegen Sedoko. Toen deden we heel veel dingen goed. Maar toen deden we ook nog een aantal dingen niet goed. Vandaar dat het in één keer daar 2-2 stond. En ook vandaag heb je gezien dat we nog heel veel dingen niet goed doen. Dat geeft niet. We hebben veel nieuwe jongens die moeten leren. Als team moet je leren. En verder, we kennen de topklasse. Ook vandaag zie je weer een paar verrassende uitslagen. Volgens mij de Vogels uit bij GVV verloren. Terwijl ze op 3 gespeeld 9 stonden en de GVV op 3 gespeeld 1 uit mijn hoofd. Ja, de onderlinge verschillen zijn heel klein. En je moet een hele goede dag hebben en je niveau halen wil je wedstrijden winnen. En op het moment dat je dat niet doet, hè, ik vond dat we vandaag te veel jongens hadden die met name in balbezit niet goed waren. Ja, dan zie je dat je het gewoon heel moeilijk krijgt tegen een Maassluis, zeker de eerste helft.